Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Voordat ik begin met waar de video over gaat, ik wil jullie nog echt bedanken. Want bij mijn vorige video had ik het erover dat ik niet echt wist hoe ik 2 dagen kon doen met mijn krullen. En dat ik ze elke dag echt helemaal nat moest maken onder de douche en alles. Ik heb toen super veel tips gehad van jullie. En jullie zeiden dat ik dus op de 2e dag mijn haar nat moest maken. Gewoon een beetje met de spray of gewoon met mijn handen. Dat heb ik dus gedaan en het had echt nut. Ik ben echt super blij. Het is best wel logisch, maar ik had er nooit echt aan gedacht. Alleen het enige probleem nog is, ik heb nog geen product voor krullen die ik in droog haar kan doen. Dus gewoon nauw, zodat het wel minder pluist. Want ik vind het nou best wel pluizen. Het enige product die ik heb is voor als mijn haar echt heel nat is. En voor de rest heb ik niks. Dus als iemand iets weet voor krullen, om het wat minder pluizig te maken en wat beter te krullen, let me know. Ik zal ook even vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb de Hema Soft Matte Lipbalm in de kleur 13. Deze ruikt echt super lekker. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? Over deze Peel of Brow van de Kiko. Deze is nieuw van hun nieuwste collectie. Van de Free Soul collectie, zo heet die. En dit is dus een wenkbrauw gel die je op je wenkbrauwen doet. En dan daarna een tijdje afhaalt. En dan als het goed is, blijft er een mooie soort van afdruk achter op je wenkbrauwen. En toen deze dus in de winkel kwam, dacht ik, ik ga hier zeker even een video over maken. En kijken of hij het echt waard is. Dus ben je benieuwd naar? Blijf dan gewoon even kijken. Nou, daar zijn we dan. Lekker ingezoomd op mijn gezicht. Ik heb helemaal niks op mijn gezicht. Ook mijn wenkbrauwen natuurlijk niet gedaan. Het leek me wel toepasselijk om deze haarband in te hebben. Zoals ik al zei bij mijn vorige video. Als je dus twee producten haalt van de Spring Collectie, krijg je deze haarband. Nou, ik heb hem dus hier. Dit is de Free Soul Peel Off Brow in de kleur 3. Dat is de kleur zwart. Je hebt hem ook in bruin en een blonde variant. En deze kost €8,95. En ze claimen dat dit 8 uur op blijft zitten. Dus niet zoals de meeste dat je ermee kunt slapen en er nog op zit. Maar echt voor maximaal 8 uur. Dus ik zal hem even openmaken. Zo ziet hij eruit. Het is gewoon helemaal zwart mat. Staat gewoon op Kiko. En zoals ik al zei, kleur 3 is kleur zwart. Ik ga die dus gewoon aanbrengen op mijn wenkbrauwen. Het is dus de bedoeling dat je het met een kwastje mooi aanbrengt op je wenkbrauwen in de vorm die je wilt. En dan laat opdrogen. Er staat niet hoe lang. Er staat gewoon dat die moet opdrogen. En als die droog is moet je hem eraf halen. Dus dat ga ik gewoon doen. Ik gebruik gewoon zo'n kwastje die schuin afgesneden is. Dit soort producten heb ik vaker getest. En ik moet zeggen tot nu toe was het echt nooit een succes. En dat gewoon omdat ik niet echt volle wenkbrauwen heb. Dus ik moet echt iets hebben wat echt heel donker is. En echt zo die perfecte figuur maakt. Als je al wat vollere wenkbrauwen hebt, werken dit soort dingen beter. Want dan maken ze gewoon iets donkerder. Je hebt bijvoorbeeld gewoon meiden met hele volle wenkbrauwen. Die ze dan gewoon zwart verven en dan is het goed. Nou, voor dat soort wenkbrauwen zijn dus dit soort dingen heel handig. Maar ja, ik moet echt een hele vorm hebben. Dus vandaar dat het bij mij altijd wat moeilijker is. Dit is gewoon het kwastje. En ik ga dus gewoon met mijn kwast het hier ervan afhalen. En dan gewoon aanbrengen. Ik ben heel benieuwd. Ik kleur het eerst in. En dan maak ik een beetje gewoon de vorm die ik normaal ook zou maken. Met gewoon mijn normale wenkbrauwpotlood. Het brengt wel vrij makkelijk aan. En in mijn vorige ervaringen met dit soort producten is dat als je een fout maakt en iets te breed gaat of zo, je het echt meteen opruimt. Want het droogt altijd best wel snel op. Dus ga niet te lang wachten. Wie heeft mijn wenkbrauwhack video gezien? Ik zal hem ook even hierboven linken. Ik had dus een video gemaakt over een wenkbrauwhack. En daar gebruikte ik dus baardverf. En ik bracht die precies zo aan. En die was echt perfect. Die was helemaal donker. Hij maakte het figuurtje echt precies goed. En het bleef echt max een week zitten. Na een paar dagen begon het wel echt af te gaan. Maar echt de eerste paar dagen, de eerste 3 dagen zeker. Het zat zo mooi. Maar je kunt dat ook gewoon dus in die video zien. Dat was echt een hack. Dus als je zoiets zoekt, bekijk echt even gewoon die video. Ik maak hiervoor neppe haartjes. Zo doe ik dat ook altijd met mijn wenkbrauwpotlood. Het voelt echt gewoon fijn aan. Ik heb nou wel ja, de vorm die ik altijd heb. Ik ga nou gewoon wat meer aanbrengen. Om het gewoon wat donkerder te maken of zo. Dan ga ik bij die doen. Kijk, wat ik me gewoon een beetje afvraag is, het blijft maar 8 uur zitten. Dus is dit het echt waard, zeg maar? Kijk, als het nou 2 dagen bleef zitten, was het sowieso waard geweest. Misschien dat hij ook gewoon 2 dagen blijft zitten, you never know. Maar dit is best wel veel moeite. En als hij dan maar 8 uur blijft zitten, heb ik iets van, ja, ik ga dit niet elke dag doen. Straks, als ik helemaal klaar ben en het eraf haal, ga ik ook gewoon mijn dag door met deze wenkbrauwen. En dan ga ik ook aan het einde van de dag laten zien hoe ze er nog op zitten.
En dan kunnen jullie zien of hij echt 8 uur lang volhoudt. Oh nee, ik besef me net dat ik dat helemaal niet kan doen. Ik ga straks weg. Oké, dan ik laat het dan beneden in de beschrijving weten hoe lang het erop bleef. Dus dan weten jullie dat wel. Deze wenkbrauw gaat altijd moeilijker dan de rechter. Altijd. Ik ga het een beetje opruimen met gewoon een wattenstaafje. Je kunt in principe als je de vorm hebt gemaakt ook gewoon er zo in gaan. En het gewoon zo inkleuren. Dat gaat denk ik ook wat sneller. Oké, nou het zit erop. Het is niet echt heel zwart. Terwijl hier is het wel echt heel zwart. Maar op mijn wenkbrauw is het meer heel donkerbruin. Ik denk dat dat eigenlijk wel positief is. Want als het weer te zwart is, is het ook weer niet mooi natuurlijk. Ja, en dan moet ik het er gewoon zo op laten. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt. Ik ga toch nog even opzoeken of het er niet echt bij staat hoe lang het duurt. Nou, ik zal even de kleur laten zien. Dit is dus de kleur die ik heb. Dit is de kleur die heet brunet. Dan heb je de kleur brown. Die is dus iets lichter, die is meer bruin. En ik zei net dus dat ik hem niet zo zwart vond. Maar dat komt dus omdat het echt de kleur brunet is. Het potje is zwart, maar het is dus echt gewoon heel donkerbruin. En dan heb je de lichtste kleur, dat is blond. Dat is een beetje een assige kleur voor alle blonde meiden. De baardverfhek was echt een succes. Dat was echt geweldig. Ik haalde dit er zo af toen. En het bleef echt helemaal mooi zitten. Dus ja... Of ik nou per se hoge verwachtingen heb, dat ook weer niet. Maar ik hoop wel dat hij ook zo goed gaat zijn. Want hij kost ook een stuk minder dan baardverf. Het kostte mij, want ik had die online besteld. Het kostte mij toen €15 om te bestellen en de verzendkosten. En dit kost mij maar €8,95. Dus het kost wel minder. Oh, hier staat wel hoe lang je moet opdrogen. Laat minstens 15 tot 20 minuten opdrogen. Verhoog de wachttijd als je wil dat het resultaat langer aanhoudt. Oké. Ik ga het gewoon 20 minuten laten zitten en dan kom ik gewoon zo terug. Oké, mensen, ik heb een beetje overdreven. Ik zou 20 minuten weggaan, maar ik heb het dus 3 kwartier laten zitten. Maar er stond wel op de site, als je wilt dat het langer goed blijft zitten, laat het dan ook wat langer erop. Dus ik heb 3 kwartier erop geladen. Dat is echt veel langer dan wat moest, want je moest 1 kwartier tot 20 minuten. Dus als het er nou niet lang op blijft, dan weet ik het ook niet. En er staat, verwijder het laagje met je vingers of met een wenkbrauwkwast met een beweging van buiten naar binnen. Buiten naar binnen. Oh nee, daar kan ik niet tegen. Bedoelen ze echt zo tegen de haren in? Nee, ik kan daar niet tegen. Haal de make-up weg met de make-up remover. Oké. Het is dus niet gewoon zo eentje die je eraf kunt trekken. Oké, hoe kan ik dit dan nou het beste doen? Oh ja, zo gaat het er wel af. Als je gewoon zo een kwastje gebruikt. Oké, het gaat er wel echt moeilijk vanaf. Ik heb toch... Liever gewoon die er zo af kunt trekken. Je moet het dus tegen de haren in doen. Maar omdat ik daar dus gewoon niet tegen kan, doe ik het gewoon zo. Maar misschien dat als je dat wel zo doet, het wat makkelijker gaat. Oké, nou ik heb deze eraf gehaald. Ik zie bijna geen verschil. En ik heb 3 kwartier erop gedaan, hè. Nee. Zelfs als je volle wenkbrauw hebt. Dit is echt zo minimaal. Nee. Het is echt een heel klein beetje. Ik ga even deze eraf halen. Nou, het is eraf van allebei de wenkbrauwen. Ik vind het echt helemaal prut. Hebben ze dit wel getest toen ze het hebben gemaakt of zo? Want dit kan toch niet goed zijn? Ik zie echt bijna niks van. Het gaat er echt super moeilijk vanaf. Volgens mij is het hier nog niet eens helemaal vanaf. Dus en het moet echt lang erop blijven zitten. En het blijft maar 8 uur zitten. En het gaat er bijna niet vanaf. Dus ik zie eigenlijk niet echt veel positiviteit hierin. Als je bijna geen wenkbrauwen hebt zoals ik en een mooie vorm wilt krijgen, kun je beter de baardverf gebruiken. Die blijft er gewoon een paar dagen. En als je al volle wenkbrauwen hebt, maar het gewoon iets donkerder wilt, kun je gewoon beter je wenkbrauwen verven. Want dit, nee. Helaas. Ik had goede hoop. Ik wilde echt zo nog aan het einde van de dag laten weten hoe het erop zit, maar hè, er is echt niks. Oké. Ik weet nou niet wat ik hiermee ga doen. Weggooien of aan mijn moeder geven. Nee, trouwens. Dit ga ik niet eens aan mijn moeder geven. Ik kijk wel wat ik ermee ga doen. Het heeft wel echt een heel klein beetje geholpen. Je kunt wel een beetje zien dat mijn wenkbrauwen zijn opgevuld. Maar het is niet waard. Het is heel minimaal voor ja, te veel moeite. Dus helaas, ik ga me even opmaken en dan kom ik zo terug. Nou, daar ben ik dan weer helemaal opgemaakt. Ziet er een stuk beter uit. Nou, jullie hebben net gezien dat deze echt een faal is. Ik weet niet, ja. Ik heb eigenlijk niet echt iets goeds erover te zeggen. Kiko heeft echt hele goede make-up. Echt super. Ik heb nou ook veel dingen van de Kiko op mijn gezicht. Maar ja, dit was gewoon niet echt een toppertje. Laat me het zo zeggen. Nou, helaas. Ik test altijd heel veel make-up. Sommige dingen zijn goed en sommige dingen zijn dan gewoon eenmaal wat minder goed.
het is hoe het is. Maar vond je deze video toch leuk? Laat even een like achter en vergeet vooral niet te abonneren als je nog niet bent geabonneerd. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doeg!